Ja, met zaadjes en zo. Topkwaliteit hoor, Kiet. Zaadjes? Ja, zaadjes en zo. Sjaki is zelf een zaadje. Als je het over Sjaki hebt, dan zal je hem hebben. Kom op. Hier, hou je handje maar op, Purno. Hé, eentje maar. Is geen weggegooid geld hoor, Purno. Dat is dan 100 eurotjes. Mag ik even vangen? 100 eurotjes voor één karreltje? Nou, ik ben benieuwd. Zo, pidom, beetje water. Zo. Sapperdosio. Ik heb nog nooit, maar dan ook nog nooit, zoiets moois gezien. Ik wil nog meer water! Ik wil meer! Ja, natuurlijk, bloempje. Hé, wat dacht je hiervan? Nog meer! Meer! Meer water nog! Meer! Ja! Het lijkt wel of ik een knettertje stout ben. Hallo! Purno, de Purno is de naam. Aangenaam. Dat is toevallig. Je lijkt op mij en je heet ook nog Purno. Net als ik. Wij gaan even praten samen, hè? Klissebisse. Ja. Maar dat kan je toch niet maken, joh? Ja, dat kan ik wel maken. Maar dat mag toch helemaal niet? Ja, daar heb je gelijk in. Het mag niet. Nee. Of wil je soms dood, hè? Oh nee, niet de dood. Je mag me in mijn neus buiten. Je mag niet genade. Daar! Nee. Hey, Kiet. Alles flexibel. Hey, Purno, jongen. Vertel eens. Hoe was die pookampel? Rustig. Heel rustig. Is het gelukt allemaal met dat korreltje? Ja. Ja. Laat me eens goed naar je kijken en je ogen kijken ook. Jij hebt die pijl toch niet ingeslikt? Nee. Oké, Purno. Ik geloof je. Ja. Maar laat me dan die bloem zien. Als het waar is wat Sjaki zegt, dan moet hij al 1,30 meter zijn of zo. Hey, dat is toevallig, Kiet. Ik ben ook 1,30 meter. En echt raar doet hij. Weet je, ik ben gisteren wezen kijken en er lagen alleen wat oude bladeren in zijn tuintje. Hij heeft die pokanpeel ingeslekt. Ik zweer het je. Rustig aan, Kiet. Zo vaart zal het allemaal niet lopen. Bloemen houden van mensen, haal ze in huis. En zaadjes worden bloemen, dus die moet je ook in huis halen. Een zaadje is maar 100 eurotjes. Nee, Sjaak, ik moet die rotzooi niet. Ga maar mee, dan zie je wat er met Purno is gebeurd. Ik zweer het je, hij heeft die korrel ingeslikt, man. Boete zal je! Nee! Sjaak, één ding is zeker. Het is daar niet pluis, niet. Nee, niet daar. Potver, het leek wel of er twee Purno's binnen zijn daar. Jee, ga jij eens even kijken, Kiet? Oh nee, Sjaak, ik ga er niet naar binnen. Daar is iets met een gespleten voodoo, schifrosini of zo. Niet goed, man, niet goed. Boete zou je. Nee. Oh, vreselijk, verschrikkelijk. Weg met dat pakkie. Ik wil niet dat ze nog op mij lijkt. Weg ermee. Uit. Ik ga middeleeuwse spelletjes met jou doen, Purno. Genade. Trouwens, mag het ook de Renaissance zijn? Of de 18e, 19e eeuw of zo? Boete zou je. Luister, Kiet, ik kan heel wat hebben, maar dit gaat echt te ver. Arme Purno. Nee. Hey, wat is dat? Snel, trek aan. Kom op, we gaan naar binnen. Help! Daar! Pak aan! Purno! Je bent een gloeiend beenmannetje! En van je ene... Maar jongens! En van je tweeën... Ik ben het! Hup, Sjaki! Ja! Zo!
Die gladiolen zijn niet meer snel bloeien. Super Dursio! Perno? Helaas, kid. Je hebt het verkeerde pandje gesnoeid. Oh shit, Shaki. We hebben de echte Perno naar beneden geflikkerd. Wat kijken jullie zuinig? Zijn jullie zo niet bij met je nieuwe vriendje? Jullie willen toch niet dood? Hé? Wat voor een doosje? Heb ik iets van jullie aan of zo? Zo, dood! Nou ben je zelf dood! Hé, Ingrid? Hé, vind je dat soms leuk, hè? Hé? Doe je plant! En dat heb jij allemaal aangericht met die stomme korrels van jou, Sjaak. Ik begrijp er geen sikkepit van. Ik gebruik ze zelf ook. Nou, Sjaak, als je zo doorgaat, dan kom je jezelf nog eens een keertje tegen. En dan moeten we jou uit het raam, Jonassen. Hoppla.